Het is 2019 en de tijd van voornemens en grootse plannen bedenken is natuurlijk aangebroken. Met deze 5 iOS-functies maak je hoe dan ook een vliegende start. We zitten steeds meer en steeds vaker op onze iPhone. Om die reden heeft Apple met iOS 12 de schermtijdfunctie geïntroduceerd. Begin 2019 goed door eens kritisch te kijken naar jouw smartphonegebruik. De kans is namelijk groot dat je meer verslaafd bent dan je denkt. Gelukkig helpt schermtijd je ook om die tijd te verminderen. Kijk in schermtijd naar welke apps je het meest gebruikt en stel bijvoorbeeld een limiet in voor jouw top 3 populairste apps. Zo ben je minder geneigd om urenlang te verdwalen in kattenfilmpjes op YouTube of reisfoto's op Instagram. Vind je het moeilijk om van je telefoon af te blijven als er meldingen binnenkomen? Dan is 2019 het moment voor jou om te beginnen met niet storen. Deze functie heeft ook in iOS 12 een flinke uitbreiding gehad. En daarvoor kan je nu periodes instellen waarin niet storen is geactiveerd. Zo voorkom je dat de aanwezigheid van je telefoon je concentratie verpest tijdens het studeren. Of stel in dat er na bedtijd geen meldingen meer binnenkomen die jou wakker kunnen houden. Ook wel zo handig en veilig is de automodus. Deze voeg je aan je bedieningspaneel toe door in instellingen naar bedieningspaneel te gaan en daar op pasregelaars aan te tikken. Hier voeg je de optie niet storen tijdens autorijden toe. Stap je vervolgens in de auto, open je bedieningspaneel en activeer de automodus. Zo word je niet gestoord en houd je ogen gewoon op de weg. Siri Shortcuts zijn ideaal om met zo min mogelijk moeite je goede voornemens ook echt waar te maken. Download hiervoor Apple's opdrachten-app en je kunt aan de slag. In de galerie van die app vind je al enkele voorbeelden van gezonde shortcuts, maar met wat oefening bouw je ze zo zelf. Zo kun je gemakkelijk bijhouden hoeveel water je hebt gedronken, sneller een hardloopsessie in de gezondheidsapp vastleggen en Siri een speciale timer laten starten om het tandenpoetsen bij te houden. Zo weet je zeker dat je ook echt 2 minuten tanden poetst. Wel zo handig als je in 2019 wat vaker naar de tandarts wil. Siri is in iOS 12 opnieuw een stukje slimmer. De spraakassistent weet nu een stuk meer over voeding, wat het een fijne assistent maakt als je in 2019 op je voeding wil letten. Vraag bijvoorbeeld wat de voedingswaarde of het aantal calorieën is van een bepaald voedingsmiddel, zodat jij altijd de gezondste keuze kan maken. Heb je ook een Apple Watch verbonden met je iPhone? Dan vind je de activiteit-app terug op je telefoon en de Apple Watch. Om van je dagelijkse beweging een leuke uitdaging te maken, kun je een wedstrijd aangaan met vrienden die ook over een Apple Watch beschikken. Zo is dat sprintje trekken naar de trein ineens een stuk minder erg als je je vrienden ermee verslaat. Wil je nou meer weten over schermtijd, niet storen of Siri Shortcuts? Kijk dan op iPhone.nl. Vergeet natuurlijk niet ook een duimpje omhoog te doen voor deze video en je te abonneren op ons YouTube-kanaal.